En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek. Wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in een supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. Leen een boek of ruil een boek? Dat staat er, dus jawel, we zijn weer bij een mini-bieb. En vandaag zijn we aanbeland in Vianen bij Jacqueline. Jacqueline, je hebt een vrolijk hier, hè? Ja, ik vond vrolijkheid vind ik helemaal passen bij alles. Zeker als mensen uitgenodigd mogen worden om iets te komen lenen of zo. Ja. Ja. Het valt op, het vrolijke geel hier. In je eigen tuin heb jij een leuke mini-bieb. En nou, mini-bieb, er staan best wel veel boeken in, hè? Hoeveel ongeveer? Geen idee. Ik heb ze niet geteld. Maar ik heb wel bewust ook kinderboeken erin gezet. En ja, ik vond het toch wel heel erg leuk om voor de kinderen ook iets te doen. Daarom twee schappen, één voor de volwassen boeken en één voor de kinderboeken. Ja. Ja. De kinderboeken gepast onderin natuurlijk. Ja. Natuurlijk, dat ze er net bij kunnen met een snoepje erbij. De snoepjes gaan wel heel hard. Ik geloof harder dan de boeken. Maar... Ik zie ook Kuikse plaatjes erin, dus het is niet alleen een bieb. Nou, die Kuikse plaatjes, dat ging eigenlijk een beetje uit nood geboren. Ik moest nog een paar plaatjes hebben. Ik denk, nou, ik zet er een briefje in wat ik nog zoek. En al mijn dubbelen erin voor degenen die ook nog wat nodig hebben. Maar het is een succes, er wordt vaak in gerommeld. Ja, dat is wel leuk. Ja. En ondertussen worden er ook boeken geruild? Ja, zo, ik kan het natuurlijk niet precies bijhouden, maar, want je hebt er geen zicht op van binnenuit. Maar ik zie regelmatig toch andere boeken erin staan dan wat ik erin had gezet. Ja. Ja. Want je hebt je boeken niet geregistreerd, je houdt het niet bij zelf of zo? Nee, dat doe ik niet. Daar heb ik bewust voor gekozen. Ik denk, het is goed zo, als iemand een boek wil, klaar. En ja, ze hoeven voor mij ook niet per se iets terug te leggen. Het staat er wel op, leen een boek of ruil een boek, maar als het weg is het ook goed. Ja. Ja. Jacqueline, hoe lang heb jij deze mini-bieb al? Ik heb hem nu sinds januari. Dat is nog vrij kort. Ja. Ik wou in december had ik besloten dat ik mijn boekenkast op ging ruimen. Toen was ik op zoek naar een goed doel voor mijn boeken. Dat kon ik niet vinden als alleen nog de kringloop. Ik denk, nou, dan breng ik ze naar de kringloop. Prompt ging die lockdown in, die startte. Ik denk, ja, als ik ze wel inlever bij de kringloop, kan de hele winter niemand iets lezen. En toen denk ik, ik maak gewoon een mini-bieb. Ja, je zag ze wel op meerdere plaatsen. En ik denk, ik ga gewoon op zoek naar een kastje. En zo is het gekomen. Dus half januari had ik hem klaar. Ja. En het is een mooi kastje, hè? Met een soort van afdakje, met snijwerk. Heb je dat zelf gemaakt of heb je hem ergens gekocht? Nee, hier in de buurt had iemand een dressoirtje over en dat mochten we zo ophalen. En daar hebben we het een en het ander afgehaald en een dakje van de bodem, een dakje gemaakt. En ik vond toch dat ik het moest me kunnen maken zo van mijn eigen middelen. Dus verf wat ik in de kelder had liggen en daarom ook sowieso al de vrolijke kleuren. Daar ga je naar kijken wat je hebt. Maar niet zelf gemaakt, dus gewoon aangepast van een dressoirtje. Ja. Ja, maar wel creatief bezig geweest dus al. Wat voor boeken lees je zelf graag? Is wisselend. Ik lees heel graag
waargebeurde verhalen ook uit de oorlog en zo. Die vind ik, direct uit de oorlog, maar in ieder geval waargebeurde verhalen. Toch wel waar een iets meer achtergrond in zit. Ik ben geen grote lezer, want daar gun ik mijn eigen te weinig tijd voor. Maar ik kijk wel een beetje wat ik denk. Dit is wel iets, daar begin ik dan aan. Dus als dat soort boeken hier in je kastje terechtkomt, dan rol je uit je eigen kast, neem ik aan. Ja, ik heb er al eentje binnen liggen van Connie Palmer. Ja, ik denk, die ga ik eerst lezen. Ja. En in het begin, toen je dit kastje maakte en neerzette, waren het toen echt allemaal boeken van jezelf die je erin zette? Ja. Het kastje is alleen te klein. Ik heb nog meer boeken. Ik weet nog niet of dat die boeken ooit zo aan de beurt gaan komen. Ik denk dat ik af en toe moet rouleren, maar mijn boeken konden er niet allemaal in. Ja. Oh, dus eigenlijk is dit een oproep voor mensen in Vianen en in de omgeving van kom gewoon een paar boeken halen, of niet? Wat mij betreft wel, ja. Ja, dan worden mijn kasten leger. Wat ik wel leuk vind, is dat er met name de kinderboeken geruild worden. En daar kreeg ik ook leukere kinderboeken voor terug. En ik heb natuurlijk niet al mijn kinderboeken weggegeven, erin gelegd. Want ik wil ook nog wel wat bewaren voor de kleinkinderen, waar ik zelf graag in las vroeger. Maar het waren eigenlijk iets minder mooie boeken, had ik het idee, wat erin lag in het kastje. Maar het begint nou heel divers te worden. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. In Vianen is nog een andere mini-biep. Heb je daar ook contacten mee? Ruilen jullie nog dingen samen? Of is dat nog niet nodig? Loopt dit nog zo goed? Nou, het loopt nog steeds goed. Inderdaad is er nog een mini-biep. Ik ben heel eerlijk gezegd daar nog niet wezen ruilen. Dat ga ik zeker een keer doen als ik dit boek uit heb. Dan denk ik, ga daar eens kijken wat daarin ligt. We hebben verder geen contacten. Deze mensen ken ik heel eerlijk gezegd. Die wonen nog niet zo lang in Vianen, dus die ken ik nog niet zo goed. Zijn jouw boeken ook verder nog geregistreerd? Ben je aangesloten bij zwerfboeken of bij boekenkasten.nl of weet ik hoe het heet? Helemaal nergens aangesloten. Ik wist dat dat bestond. Daar heb ik ook wel nog even naar gekeken, maar ik denk dat wil ik allemaal helemaal niet. Voor mij hoeft het allemaal niet zo officieel. Ik zet dat kastje erin in de tuin en ik zie wel. En als blijkt dat mensen het toch niet zo leuk vinden of het slaat niet aan, nou dan gaat het gewoon weer eruit. Ja, dan mag je in de volgende boekenkast. Nou, dus mensen, hebben jullie zin om een stukje te wandelen, te fietsen of wat dan ook? En kom je langs deze leuke mini-biep? Twijfel niet en neem gewoon een boek mee, of niet, Jacqueline? Van mij mag het. Iedereen is welkom. Dankjewel. Ja.